Naast? Oh mijn god. Holy Grail! Boys, de blik kijken naar deze nieuwe video. Ebbe Floris. En vandaag zitten we weer op Bulldozer 2. Het is weer een hele lange tijd geleden. Nou, het is niet een hele lange tijd geleden. Het is 4 dagen geleden dat ik voor het laatste video had geüpload. En dat was, hoe heet dat? Black Ops 3. En ja, als jullie dit weer leuk vinden, Bulldozer 2, proppunt. Dan zet ik even een duimpje omhoog. Ja, proppunt, ja weer. En trouwens, proppunt is volgens mij nu een vaste game mode geworden. Ik weet het niet zeker, maar voor mij is het een vaste game mode geworden. Zoals ik nu kan zien. Dus wij gaan nu lekker schieten op allemaal gekke proppies. Dus laten we eens even kijken of dat we eens even kunnen koenkeloeren. Dat we hier gekke props kunnen vinden. En ja, wat hier meestal niet hoort te staan. En wat nu ook kan, is dat mensen hier bijvoorbeeld... Hier zo. Dat ze daar gaan zitten. En ja, kijk, het vorige potje was ik hier al ingekomen. Want het was een playing game namelijk. En ja, de playing game. Ja, dus het waren hun de props. En ja, toen moest ik kijken naar al die props, weet je wel. Dus toen dacht ik zo van, nou leuk, dan kan ik zo meteen beginnen met de video, weet je wel. Dus vandaar. En ja, eigenlijk boeit dat echt helemaal niemand om dit te weten. Maar maakt niet uit. Ik moet gewoon wat propjes vinden. En dat is alles wat we vandaag gaan doen. En ik ben vandaag trouwens in mijn eentje. Als jullie dat nog niet waren opgevallen. En ja, dan ben ik even voor propjes aan het zoeken. Want ja, hallo propjes. Oké, wacht. Soms kunnen mensen zo sneaky zijn. Dat ze hier toch nog hangen, weet je wel. Soms denk je van... Soms hangen die gasten ergens waar je echt denkt van... Hoe de frik kan hier hangen? Maar voor mij ligt hier, zit hier niemand. Dus jongens, tabé. Ja. Dus even kijken of ik nog wat gek zie zometeen. Want ja, we hebben er weer iemand. Let's go. Nog 4 mensen live. Let's go. Maar eens even kijken. Dat we hier wat gekke mensen. What the fuck, waar klom ik dan overheen? Kunnen we spotten? Of gekke props. Ik weet dat hier. Oh mijn god, als iemand dit zou zijn, jongen, je zou er echt gewoon vats hard op knallen. Wat is dit dan? Ja, jongens, ik ga even naar de zijkant kijken, want die kunnen blijkbaar met... Ja, daar wou ik net niet van afspringen, maar daar kunnen namelijk mensen ook zitten. Bij die Gordon, ja... deze trein. Maar ik heb nog helemaal niemand gespot, jongens. Dat is een beetje... Dat is een beetje jammer. Maar hier hoorde ik wel veel mensen, eigenlijk. Of hier hoorde ik veel fluitjes dichtbij. Wacht, ik hoor hier gewoon een granaatje, wist je wel. Ja, ze zijn niet dichtbij. Hij moet hier ergens zetten, denk ik. Wacht, als ik aan deze kant op prop... Ding gooi. Oh, is weer iemand minder. Ik weet niet waar die gasten allemaal zitten. Maar, oh mijn god, ze hebben nog 1 minuut. Oh mijn god. Nog 3 mensen. Nee, gaan we dit verliezen? Jongen, ik... Ben ik nou zo scheef? Wat dan? Wat? Moet... Bro! Waar zit je dan? Nee. Hou je bek. Wat? Nee, ik voel me echt heel dom nu. Deze wagen is het niet. Nee, nog 6 seconden. Wat? Wat zat deze kerel? Hè? Ja, deze kerel hartstikke... Ja, maar dat ben ik niet. Ja, maar dat is die kerel niet van mij. Oh mijn god, ik zal nooit weten waar die kerel had gezeten. En die zat daar ook niet bovenop, want daar had ik nog gekeken. Maar oké, nu zijn wij een pallet. Maar nu zijn wij de props in ieder geval. Oh nee, geen pallet. Propies. Wacht, ik ga hem duplicaten hier zo. Hoppa, hoppa. Helemaal kak. Wacht, nog een keer. Oh mijn god. Hashtag GG. Hashtag GG. Oh mijn god. Oh mijn god, jongens. Gaat dit in worden? Gaat dit in worden? Gaat dit in worden? Kom op, snel, snel, snel met deze prop. Jongens, zou je daar mensen snel kijken? Anders ga ik daar straks zitten.
Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Oké, nu. Oh mijn god, kijk, zag dat ding. Zag dat ding daar. Als je dat zo net zagen. Kijk dat ding. Oh mijn god, kijk dat ding. Dat weet je toch ook niet waar je moest gaan zitten. Oh, als mensen hier gaan kijken. Ja, ik ben sowieso dood. Mensen kunnen mij zo hard spotten, hè. Nou, daar hebben we al de eerste. Mensen gaan sowieso hier bovenop kijken. Want die weten gewoon dat... Want tegenwoordig zijn allemaal YouTube-video's... Ja. Als je nu op mij gaat schieten, hè. Hou je bek. Hou je bek. Nee, nee. Ha, soepa. Oh, mijn god. Hallo, hallo. Hallo. Nee, hou je bek. Hou je bek. Hou je bek. Ja, dat valt ook wel op, hè. Als er in één keer zo'n ding daar ligt. Wat ben jij? Ja, kijk, daar kon ik dan net... Oké, ja, jij bent... Ja, oké, jij bent wel... Oké. Hier gaat gewoon niemand kijken. Als hij... Waar zit hij dan? Oh, dat is dat huisje daar bovenin. Ah, dat is dat camphockey. Hier kijk je tegen dat boerenschuurtje aan. Nou, deze keer gaat goed voor elkaar. Dat ding is hetzelfde wat ik was, maar ja... Ja, die kan daar eigenlijk ook... Ja, maar kijk, als je... Ik kon daar dan gewoon gaan zitten, weet je wel, maar ja... Oké, okay, oh wacht, nee, nee, nee. Oké, okay, leven nog 4, 3. Oké. Okay. Wacht, waar zit de kerel nou? Deze kerel was... Oh my... Bro, als je daarin gaat zitten, dan heb je het toch. Dan heb je het toch... Ga erin zitten, bro. Alsjeblieft. Nee, nee, ga daar gewoon in zitten. Ga gewoon in die ding zitten. Daar ziet niemand. Wat gaat hij nou doen? Oh, hij blijft van mij lopen, denk ik. Denk dat... Ja, jammer dat ik dat nou net niet ben. Oh. Oké, okay, die kerel hoorde echt een fluitje heel dichtbij, denk ik. Ja, dat is een mooie kat. Eens even kijken. Oh mijn god. Oh mijn god, daar komt hij aan. Bro, daar komt hij aan. Ja, daar komt hij aan, daar komt hij aan. Oh, speed modus. Waar gaat deze keer naartoe? Oh god, waar zit deze keer? Oh nee, oké, okay, die had sowieso zo'n plekje. Oké. Okay. Oh mijn god, als die... Oké, okay, dat is een hele chille plek. Daar ziet niemand hem. Oké, okay, voor mij gaan we deze hopelijk winnen. Oh mijn god, nee, ingenaad. Oh, die keer had zoveel geluk. Oh, oh. En deze keer blijft maar lopen. Dus, oké, okay, daar zie je, kijk, ja, daar zie je hem. Daar zie je die andere. Geweldig. Oké. Okay. Ja. Dit is, ja, je hoeft niks te doen, hè. Je hoeft alleen maar te kieken hier. En deze... Oh, en daar. Het... Heeft hij nou serieus zoveel geluk? Waar zit hij nou? Oh, hij zit daar achter. Deze kerel blijft maar lopen. Ja, dit is ook een manier van spelen, hè? Ja. Er zijn nog... Ja, er zijn zes mensen die op hem aan het jagen zijn eigenlijk. Ja, en die kerel... Ja, deze wint hem sowieso. Je kijkt bijna niemand, man. Iemand... Ja. Ik zou hier eigenlijk zelf ook, denk ik, langslopen, man. Naast! Oh mijn god. Oh mijn god. Geweldig. We winnen hem! We winnen hem volgens mij. Ja, met die anderen erbij ook. Ja, nou sterk jongens. Dit is een winnetje. Let's go! Oh mijn god. Als je daar gaat zitten. Nou, deze hebben we in ieder geval gewonnen. Let's go! En we gaan nu lekker schieten. Ik ga nu lekker skieten. En ja, je ziet hem. Ja, hij zie je de hele tijd bewegen. Ja, hashtag. Ja, ik noem te veel hashtags, jongens. Het is niet te geloven. Oh ja, dit is zometeen. Oh ja, zometeen moeten wij. Oh ja, nou. Ik maak. Ja, zometeen moet ik nog een potje starten, want. Ja. Want ik ben niet het hele potje bij geweest, namelijk. Dus wacht. Dit is een minigame. Als ik even snel kan. Nee, hij wordt eerste. Hoe kan jij zo snel. Oh mijn god, ik ben tweede. Ja, tuurlijk, you're right. Jongens, als je heel snel op je driehoekje ramt. Dan kan je bovenaan komen. Ja, let's go. Oh mijn god, ja, dat is. Ja, dat is geweldig. Nou, lekker wachten. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, we gaan gelijk shooten. Wacht, we gaan gelijk eens even kijken. Omdat hier deze bonusstaak, dat hij hier nog ligt. Kijken, waar was dat? Hier is die, hè? Ja. Oké, kijk of dat hier iemand ligt. Weet je wel. Oké, nee. Ik dacht, ik kan het even bekijken. En iedereen gaat nou hierboven kijken, weet je wel. Want er is namelijk niet zo'n hele goede spot meer. Maar vroeger wel. Ik zag die fiets staan. 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 Ik wist dat het de fiets was.
Oh mijn god. Wat? Oh, de fiets kan niet meer veranderen. Hij is een ton, hij is rond ton. Ja. Hè? Ronton, blijf hier. Ja. Kijk, ik dacht hier om straks ook ergens te gaan zitten. Laat ik dat eens even gaan doen. Als ik zo'n gereedschapskistje kan worden. Nou, helemaal fantastisch. Tuurlijk. Zat hier ook nog iemand? Ja. Lekker door. Nou, hier staat niemand. Deze twee stonden er al van het vorige potje. Oh nee. Nee, hier zit niemand. Voor mij zitten er nog een paar... Vijf! Zo, ik donder bijna dood, man. Nog vijf mensen, bro. Dat is 1, 7. Oh, 4. Waarvan? Dan zijn deze gasten pretty goed verstopt. Oh, die houtbalken. Ja, hier waren we gespant. Ja, dat klopt. Hoppa, nog eentje dood, let's go. Beetje jeuk hier aan mijn oren. Ja, het kan allemaal. Maar waar zitten die gasten eigenlijk? Nee, dat wordt hem niet. Nou, is ook een... Oh, wacht. Nou, ook niet. Nou, kijk, ik heb geen idee waar die gasten zitten. Ja, wacht, ik ga even naar dat hooibaal ding kijken. Wacht. Oké, ze fluiten. Oké, ze zitten hier totaal niet. Ze zitten echt gewoon hier ergens, dacht ik. Nog twee. Let's go. Wacht, ik ga naar hooihuis. Wacht. Hier zaten net ook mensen, hè. Hier kan ook iemand zitten. Ja, zie je, hier zat dat ene ding daar. Wacht. Ja, het was hem wel. Het was hem wel. Let's go, maar ik heb mezelf geflasht. Ook nog één. Oh mijn god. Zie je, ik wist wel dat het daar eigenlijk misschien nog kon zitten. Misschien hier nog in één. En... Nee, waar is dat huis? Ik dacht dat huis... Ik dacht dat huis... Ik dacht dat huis was. Zo, hij zegt tong breken hier. Boah. Ja, maar ik dacht, zo'n wiel kan het ook wel meestal zijn. Oké. Okay. Ze kunnen... Oh mijn god. Ik heb zo'n gevoel dat deze kerel aan het lopen is. Maar dan ben ik weer terug bij die span, hè. Dat is niet de beste plek. Waar is dat hooi... Wat is toch dat hooibalen ding? Nee. Oké, waar zat hij? Oké, waar zat deze kerel? Waar zat deze kerel? Was hij een boom? Is hij een boom? Is die serieus een boom? Oh ja, je kan ook een boom zijn. Oh. Nou, in ieder geval, deze hebben we wel gewonnen. Maar we doen nog even een potje erachteraan. Want ja, ik ben in dit is een soort playing game. Dus ja, vandaar is... we doen gewoon lekker nog een potje dus zometeen. Tot zo, potje nummer 2. Nou boys, we zijn weer in het derde potje van vandaag eigenlijk. Zo mag ik het nu eigenlijk wel noemen. En wat ben ik? Een zandsteen. Zandzakken, ja. Maar we zijn er weer, let's go, we gaan hem verstoppen. En ja, dus let's go, we gaan even verstoppen. Oh mijn god, als ik deze teammate nou aan die kant ga staan, dan ga ik zo staan. Kijk, ja maar ik één keer veranderen. Nee, ik ben een deken. Zou je hier mensen mij kunnen zien? Als ik hier nou zo ga liggen, weet je wel. Ja, maar ik zie bijna niks. Zou mensen dit opvallen, denk je? Ik ga hier gewoon liggen, oké? Okay? Ik ga hier gewoon liggen als een kleed. Ik kijk keihard tegen de dak aan. Wacht. Oké, nu lig ik naturaal. Of zo, als je op vierkantje klikt, dan lig je eigenlijk hoe je in het echt ook hoort te liggen. En oké, dit ziet er op zich eigenlijk nog wel redelijk lekker uit. En ik denk dat mensen op dat groene ding gaan schieten namelijk. Ja, denk oh, ze zijn al gewoon begonnen. Keihard. Oh mijn god. Maar ik ben heel benieuwd. Nou, nu ben ik lekker aan het fluiten. Oké, sorry als dat een beetje verkeerd klonk. Of zo, ja, als het niet goed klonk, weet je wel. Ja, maar oké, dit ligt eigenlijk nog best wel goed eigenlijk. Oké, ik zeg het nu wel, maar zometeen komt er één enemy in en dan ben je gelijk rats dood.
Dus ik ga niet te hard van stapel blazen. Ja, dat ik hier echt goed lig. Maar ja, hier lig ik. Ja, ik vind het eigenlijk. Oh mijn god, kijk deze kerel. Oh, dan komt deze. Komt er zo meteen een enemy aan. Ik moet die steen hebben. Oké. Ja. Ik ben weer aan het fluiten. Let's go. Maar hier is nog geen ene enemy binnen geweest volgens mij. Dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Ik zei het je, ik zei het je. Waar ben ik nu dan? Waar ben ik nu? Een zandzak. Ik kan niet meer changen. The frick? Zag die, zou het die daarop kunnen? Oké, ja, ik zei nog, hij gaat op de grote lompe ding schieten. Wacht, zo. Ik zei nog, hij gaat op de lompe lopen. Zo, die kon er even aan duiven. Ja, hij ging op de grote ding schieten. Ja, toen schoot hij net iets eronder. Ja, dan schiet hij mij raak, ja. Kijk, dan heb je toch een partij ongeluk, jongen. Dat je een zand of een strooibal wordt wat daar ligt. Dan denk je ook van, nou, dan kan ik ook helemaal niks. En ja. Ja, kijk, ik ging daar lekker mooi op liggen, weet je wel. Maar dat is niet zo lekker voor die zand. Ja, oké, okay, ja. Waar ik eigenlijk ging zitten was helemaal niet goed mee bezig. Maar ik dacht, ik ga er gewoon lekker zitten, weet je wel. Maar, ja. Helaas, jongen. Poenja, toenje, poepapapapa. Nou, let's go. Weer lekker. Ja, deze kerel ligt hier lekker. Oh mijn god, dit was weer die steen. Deze steen, echt waar. Henk de steen. Bro, Henk de steen, you can do this. Nee. Deze kerel had mij ook net oh mijn god. Die kerel die mij ook al. Ja, deze kerel, ja. Deze kerel ligt hier zo lekker te chillen, weet je wel. Die denkt zo van, ach ja, niemand gaat hier op aimen. Dus nog 20 seconds en dan hebben wij deze gewonnen. Deze hebben deze prop gewonnen. Ja, iedereen is aan de andere kant van de map. Die hoorde geen fluitje. Dus ja, dit is mooi. Dit is echt mooi. Ja, deze is mooi. Deze is mooi. Oké, okay, hij gaat nog even lopen, weet je wel. Nou, geweldig. Dan, dan gaan we lekker weer verstoppen. Dus dan zie ik jullie zo meteen weer. Of zo. Nou boys, dan gaan we weer lekker weer verstoppen. Let's go. En ja, jongens, kijk, dit is een hele secret spot, jongens. Jongens, als jullie deze zien, dan gaan jullie hem ook vaak gebruiken, denk ik. Hoop ik. Dat zou ik wel al doen. Ik hoop dat ik een goede. Nee. Kak. Oké. Okay. Als ik nu. Ja, oké, okay, ik kan makkelijk gevonden worden. Ik ben een wet object, man. Nee, niet mij schieten. Don't shoot on me. Don't make on mij. Dank u wel. Oké. Oh mijn god. Ja, mensen kunnen. Oké, als mensen hier gaan kijken, dan zien ze gelijk dat ik zo'n dikke Tony ben. Oké, maar ik ben wel gelukkig een lekker klein object. Dus daar ben ik blij mee. Nu ga ik lekker fluiten. Ja, precies. Lekker. En ja, tot nu toe lopen hier nog niet echt veel mensen. En er leven er nog 5. Let's go. En daar loopt iemand driftig hard te schieten. Dat dus kan. Ja. Ja, dat kan zeker. En deze keer, als hij nou zo meteen uit dat rampje gaat kijken. En precies naar mij aan het kijken ben. Ja, dan ben ik gewoon flink te shaken. En dat weet je zelf ook wel. Want ik. Kijk, eigenlijk. Wat gebeurt er nou als. Oké, wacht. Ik ga het doen als het veilig is. Wat voor mij. Oké. Nee, niet fluiten. Oké, ik ben helemaal de lul. Oké, deze kerel, alsjeblieft wegloop. Kerel, die loopt hier onder mij ergens. Nee, oké, jongens. De teammates van mij zijn ook hartstikke lekker bezig. Want die worden ook niet echt beschoten. Er leven nog 5. En nog 1 minuut. Ja, 2, sorry, zijn nog. Ja, oké. ja, dus geweldig. Oké, zal ik op vierkantje klikken, jongens? Maar kijk, hier zit een. Alsjeblieft. Deze kerel zit hier. Oh, jij bent wel.
Ik ben nog blij dat ik nog niet op vierkantje heb geklikt. Maar zometeen als ik op vierkantje klik, is het misschien nog veel beter. Deze kerel met die witte helm, die staat er echt te denken van... Ja, waar zou ik eens op gaan schieten? Oké, één iemand is gevonden van ons team. Oké, dat is jammer, maar... Dat kan. Ja, en ik zit hier echt hartstikke hard te chillen hier. Die kerel denkt echt zo van waarde. Don't shoot at me. Don't shoot at me. Oh mijn god. Die kerel die zat echt op mij te kijken zo van houd. Oké, jongen, ik ga nu op vierkantje klikken. Wat? Oké, dat ging niet goed. Als ik dit ga doen, dan gaat dat niet goed. Nee. Oké. Hallo. Loop weg. Goed zo. Doe je ding. Let's go. Maar kijk hier niet omhoog. Kijk, jongens. Ook al ben je een wit ding. Niet op mij richten graag. Ook al ben je hier een wit ding. Alsnog kijken ze hier niet zo snel. Want ze kijken niet zo snel boven en proppen. Daar ben ik heel blij mee. Oh, wat is dit dan? Wat is dit dan? Oh mijn god. Oh mijn team. Enemy achter. Enemy. Die kerel stond even met de rug naar achter dat ding toe. Oké, ik kijk jongens. Even swaggy. Oké, bij de 8 seconden. Oké, 7, 6. Oké, laten we nu. Kak. Hoi. Let's go. Oké, ze zagen niet waar ik zat. Let's go. Hoppa. Ja, die was mooi geflasht. Let's go. Maar jongens, als jullie dit in ieder geval leuk vonden, geef dan sowieso eventjes like. En als jullie het vaker willen zien, laat het dan even weten. En dan, dan ga ik nu zeggen, ik ben bedankt voor het kijken van deze video. Als je het leuk vond, geef dan sowieso even een like. Dat zei ik net ook al. En jongens, tot de volgende keer. Later. Oh. We'll be right back.